Dag dames en heren. Deze dinsdag begon op veel plaatsen mooi met zonnige perioden, een paar stapelwolken. In het noorden van het land vielen wel al vroeg een paar buien, daar kwam lokaal ook onweer bij voor. En in de loop van de dag nam de bewolking vanuit het zuidwesten overal toe, op nadering van een storing. De luchten werden wat dreigender en uiteindelijk gaat het op veel plaatsen ook regenen. Dat zal in de loop van de middag en vanavond gaan gebeuren. Nou, die regen hangt samen met een storing, die passeert vanavond en vannacht ons land. En blijft dan morgen vooral boven het midden en zuiden van het land als het ware een beetje slepen. Daar kan weer een behoorlijke hoeveelheid regen naar beneden komen tot en met morgenavond. Nou, daarachter blijft dat lage drukgebied dan een beetje rondtollen boven onze omgeving, maar neemt langzaam wel een beetje in activiteit af. Dat betekent dat de zon de dagen daarna geregeld schijnt, maar dat er ook met name in de middag en avond nog wel een enkele bui kan vallen. Veel meer regen staat op de planning boven Centraal-Europa. Met name komend weekend, daar kan op veel plaatsen dan meer dan 50, misschien lokaal zelfs wel, richting de 100 mm neerslag vallen. Maar dat gaat dus aan onze neus voorbij. Een storing met regen dus wel in de loop van vandaag. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gaat het dus op steeds meer plaatsen regenen en vanavond verloopt dan op veel plekken nat, met temperaturen daarbij rond een graad of 14. De wind waait uit het zuidwesten, is meestal matig van kracht, in eerste instantie langs de west- en noordwestkust. Nog vrij krachtig, dat is een windkracht 5. Nou, vannacht regent het dan ook nog een tijd lang door. Later wordt het in het noorden en noordwesten wat droger. De meeste neerslag wordt verwacht in het midden en zuiden van het land. 10 tot 20 mm op veel plaatsen. En de temperatuur daalt daarbij naar waarde rond een graad of 12. En morgen trekt die langdurige regen dan geleidelijk naar het oosten weg. Maar er komen buien voor in de plaats. In het binnenland lokaal met onweer. En daarbij zijn ook windstoten van zo'n 60 km per uur mogelijk. Tussendoor is er ook ruimte voor wat zon en de temperatuur komt uit rond 15 of 16 graden langs de noordkust. En bij voldoende zonneschijn misschien nog 19 graden in het uiterste oosten en zuidoosten van het land. En de dagen daarna verandert er eigenlijk maar weinig. In ieder geval tot en met zaterdag is het wisselvallig met dagelijks buien. Maar tussendoor ook ruimte voor wat zon. Vanaf zondag lijkt het allemaal een stuk stabieler te worden. Met langere droge perioden en geleidelijk ook wat oplopen. De temperaturen, dat zien we ook in de loop van volgende week, waarde rond een graad of 20. Maar een echt stabiele en lange voorjaarsperiode, dat zit er voorlopig nog niet in. Ik wens je nog een mooie dag.